Nee, hoe heb jij de afgelopen dagen, misschien, ja, laten we zeggen, weken beleefd. Tuurlijk, de, de Vlies van Sparta, als je daarop doelt, ja, dat was een deceptie. Um, ja, daarna een rollercoaster natuurlijk. Als een achtbaan, zou ik het omschrijven, heel snel gegaan allemaal. Vooral diep teleurgesteld. Uh, en ook wel emotioneel, gewoon, uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, als je er tot drie wedstrijden voor het seizoen uh, goed voor staat, gunstig voor staat. En je moet nog één punt. Uh, tegen ploegen die niet, uh, zeker niet beter zijn kwalitatief. Uh, dan heb je er alle vertrouwen in dat het goed komt. Uh, en dat dan het aller, aller slechtste scenario uit, uh, uitkomt. Dat, ja, dat is moeilijk te, te beseffen. Ja, het is heel zuur en we zijn er zelf bij geweest. Ja, gisteren is er dan een wijziging gekomen in de staf. Uh, ja, hoe kijk jij daarna? Nou, dat is iets, niet iets wat ik, wat ik uh, ambitieer en, en, en ook niet uh, vooropstreven. Alleen als de club je vraagt uh, om dat te doen uh, en er is een beslissing genomen. Ja, dan moet je dat gewoon doen. En uh, ik, het is niet alleen ik, want het wordt overal een beetje, nee, we doen het met de staf. We doen het samen. We moeten met elkaar erop vertrouwen dat het, dat het goed komt. Ja, de knop moet nu heel snel om. Hoe doe je dat? Nou, veel positiviteit erin brengen. Veel praten met de jongens. Uh, steun geven, uh, vertrouwen geven. Uh, Zorgen dat de lach terugkomt. Want de deceptie is bij, ook bij de jongens heel groot. Die, uh, die balen ook aan ze stekken. Wij, moeten ons, uh, wij hebben een deceptie gehad. Uh, iedereen zal zeggen, wij hebben alleen maar wat te verliezen. Hun hebben alleen maar te winnen, nou, dat is ook zo. Eh, zo zullen ze ook voetballen. Ze zullen vrijuit gaan voetballen, die hebben niks te verliezen. Dus eh, wij moeten echt laten zien dat wij de, gewoon de betere ploeg zijn. Uh, ik denk dat het ook voordelen heeft dat je gewoon gelijk doorgaat. Uh, geen tijd hebt om, uh, om over uh, dingen na te denken die er nu niet toe doen. Want het enige wat er toe doet is dat nu die knop om is en dat we, dat we er staan morgen en, uh, en zaterdag. Uh, weer een soort nieuwe energie in de groep krijgen. Ik denk dat dat vooral, vooral uh, heel belangrijk is op dit moment. Uh, en we, we zullen onze rug nog een keer moeten rechten. Ja, jullie hebben ik uitgebreid geanalyseerd. Wat voor soort ploeg kunnen we verwachten? Ja, met snelheid. Kijk, ze hebben met Reuven en met Dali een twee spitsen een spits en een tien die, die goed op elkaar ingespeeld zijn. Veel diepgang hebben. Uh, en met, Reu met Wiever, uh, iemand ook uit Borne hier vlakbij. Dus, dus ja, die het heel goed doet daar. Uh, en met uh, links en rechts buiten die ook, ook uitstekend uh, hun, hun dingen doen. Ze hebben gewoon een, een goede ploeg staan. Uh, niet te min, ik vind dat wij een betere ploeg hebben. Uh, nou ja, als je Excelsior analyseert is het uh, een ploeg die afwisselt tussen uh, uh, wat lager staan of, of een beetje midden druk geven. En als ze de kans krijgen dan zetten ze druk. Dus ik denk dat we zeker momenten gaan hebben van, uh, van dat we het spel moeten verdelen. Uh, maar ik denk ook dat, we, dat ze af en toe uh, hoog druk gaan zetten en gaan komen, zeker thuis uh, voor hun. Dus ik denk dat we op beide voorbereid moeten zijn. Uh, ik denk dat het uh, vooral meer vechten wordt, ja. meer strijd, dat uh, dat, dat vooral, uh, zeker in, in die uitwedstrijd, dat dat heel erg uh, gevraagd gaat worden. Ja, wat wil jij van je ploeg uh, zien komende woensdag? Dat ze lef hebben, dat we vooruit willen voetballen en uh, dat we ervoor gaan. Ja, ik denk dat we dat wel al eerder hebben aangetoond, ook na andere uh, incidenten dit seizoen. Uh, dus we, we weten dat we het kunnen. Uh, nou ja, we moeten dat nog één, uh, één keer laten zien. Nou, één keer. Morgen de eerste keer, dan uh, zaterdag de tweede keer en dan hopelijk nog twee keer. Uh, maar ik heb daar wel vertrouwen in dat wij dat kunnen. We zijn wel een echt team. Ja, het uitvak was weer binnen no time uitverkocht. Wat zegt dat? Ja, vind ik mooi. Kijk. Uh... Ik heb hier ook tussen gestaan dat, dat, dat ze de voordeel in, in uh, en, en als je met ze praat, ik snap al die emoties en dat is ook uh, terecht, want we hebben het ook niet goed gedaan. Um, het gaat er nu om van ze willen ons toch, ze gaan toch weer steunen en, en daar gaat het om. We hebben het ook nodig om er in te blijven hebben. De supporters nodig. Ja, dat heb ik ook van het weekend proberen aan te geven: dat dat een grote rol speelt. De fans, de achterban, dat die achter ons blijven staan. Want we hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is ondanks dat het gewoon echt een klote situatie is, dat je hier met z'n allen goed uitkomt en dat je zorgt dat Irakers in de Eredivisie blijft, daar waar het hoort. Ja, dat is nu op dit moment het allerbelangrijkste. Dat we allemaal samen. Van, van de voetballers tot aan de staf, tot aan de directie, tot aan supporters en sponsors, achter ons blijven staan.